Aanstaande zaterdag, dan is het alweer zover. Dan is het Asus ROG event. We hebben er natuurlijk aan meegewerkt met Bottleneck. Daarin gaven we allerlei leuke dingen weg. Nou ja, waarschijnlijk als je dit kijkt, is het al te laat. Kun je dit ding niet meer winnen. Maar we reviewen hem wel nog, want we vonden hem wel zo netjes. Salem is aangeschoven, ik ben Tom, aangenaam. Welkom in Gamers Net Gear. Welkom bij de Asus ROG Strix Flare. Oh, heleboel buzzwords. Ja, het is een heel buzzword. Ja, oh wauw. Strix Flare. Ja. Maar het is geen nummertjes. Dat viel mij op. Het is een mond vol, maar het is niet de ROG S3300 F14. Ja. 300 greenscreen, scherm, sleutels, lampen en grilbelen. En dat is niet hoe die heet. Nee, het is, nee. Alleen, maar, het is alleen maar tekst. Mooi. Naam. Ja, dat viel mij op. Een goede titel of een goede naam voor je toetsenbord is ook best wel belangrijk, vind ik. Weet je wel. Dan is het zo van, oh wauw, wat vind jij van The Black Widow en wat vind je van The Flare en zo. In plaats van de K95 RGB Platinum zo en zo. Het is wel minder stoer of zo. Ja. En net ook jij het zegt, ik zit ook voor met iemand zegt, ik heb The Flare. Ja, ik heb de Flare. Ik tik zelf op de Flare. Strix Flare. Strix Flare, hè? Nou, dat is wel een ding, want het is natuurlijk het merk is Asus. ROG is een soort van dochtermerk onderneming, vaandel. En dan Strix is daaronder weer een vaandel. En de Flare is dus echt het toetsenbord. Ja, maar de semantics daar gelaten. Hoe typt die? Lekker. Ja? Ja, het zijn bruine cherry switches. Maar volgens mij, wat jij ook al aangaf, die zijn nog super vaak behandeld. Dat klikt gewoon lekker. Je hebt goede feedback, mechanisch wel natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk een ding, dat zit hem ook wel een beetje in de prijs, sowieso. Ja, het is wel een mechanisch toetsenbord prijs, want het is niet het duurste model voor Asus, maar het is wel zeg maar het nieuwe paradepaardje. En ik vond hem voor €185 ongeveer op een paar webshops. Ja. Dat is wel top-notch, dus dan heb je en mechanisch, maar dan krijg je ook nog wel wat poespas eromheen, neem ik aan. Juist, en dat zit er zeker ook op. Wat je zegt, hij typt lekker, het is mechanisch, dat moet je dan op dat moment wel liggen. Maar inderdaad, voor die prijs krijg je wel wat meer dan alleen mechanisch. Eerst wat natuurlijk meteen opvalt, RGB-verlichting is een beetje standaard tegenwoordig. Vooral voor die prijs, dan is het eigenlijk een schande als je dan nog niet alle kleuren van de regenboog in je toetsenbord verwerkt. En wat ik wel grappig vind, om dan even te benoemen, want ik heb wel wat verstand van toetsenborden, maar dit is eigenlijk voor mij de eerste keer dat ik uitgebreid aan de slag ben gegaan met een gaming toetsenbord. En dan is mijn vraag meteen, ga je daar beter van gamen samen? Nou, ja. Ja? Nou, het is, wat mij opvalt is, ik ben best een beetje allergisch voor mechanische toetsenborden. Ik vind het dan echt gewoon typen, documenten verwerken, dat soort dingen, dat vind ik lastig. Heb ik wel heel veel hiermee gedaan. Ik heb eigenlijk gewoon hier op kantoor alleen maar met deze gewerkt. En ik moet wel zeggen, dat was wel een beetje wennen, maar het is ook wel een beetje een prejudice of een voordeel vanuit mij van, ja, dit is alleen voor gaming. Want als je er eenmaal aan gewend bent, kan dit juist fijner typen omdat je zo'n fijne feedback krijgt. Ja, maar dat heb ik sowieso vaker al, vooral als het gaat om de bruine cherry switches. Ja. Het is wel mechanisch als in het gevoel en dat het wat zwaarder is en wat meer rigged, weet je wel. Het is bam. Ja, maar het is niet zo dat er een klik in zit of zo. Het gaat niet heel erg irriteren als je gewoon lange artikelen typt, tenminste als je je vingers daar een klein beetje op traint. Exact. Het enige waar ik even aan moest wennen, en dat zullen mensen die net zich platte toetsen gewend zijn wel hebben, is op het moment dat jij gewend bent aan platte toetsen, dan ga je zeg maar van, als je aan het typen bent, glijden als het ware over het toetsenbord. Nou, op het moment als je er zo eentje indrukt, misschien dat je dat in de close-up ook beter kan zien, je gaat natuurlijk wel een stukje naar beneden, maar tegelijkertijd, omdat hij zo lekker terugveert, lanceer je als het ware een soort van je vinger gewoon weer los. Dus oh, het is een soort van bunny hop naar letters. Exact. En dat was even waar ik aan moest wennen en wat mij eigenlijk heel erg allergisch maakt voor deze dingen, maar wat mij positief heeft verrast. En het is een verlicht toetsenbord. Dat, ja, ik zei al, het heeft RGB-verlichting, maar het feit dat hij verlicht is, want we hebben het heel vaak over wat kan de RGB en weet ik veel, maar vergeet ook niet dat naast dat het vette leuke kleurtje heeft, is dit ook gewoon voor mensen die misschien dit niet gebruiken als game toetsenbord of gewoon als je een keer niet gamet, is dit ook gewoon handig, omdat het toetsenbord gewoon verlicht is. Ja, in het dat is kun ook je gewoon heel handig. Ja. Ja, ik vind wel vet aan de RGB trouwens dat er ook nog een soort underglow op zit. Het is niet helemaal rond, maar aan de zijkanten hebben ze dus wel zo verwerkt dat er daar ook nog een LED-strip zit, zodat je dus ook een klein beetje je toetsenbord, of in ieder geval de omgeving eromheen aanlicht. Dat is dan wel weer zo'n ding dat je denkt van ja, daar heb je dan weer minder aan. Maar ik vind het wel voor die prijs is het wel leuk dat ze nog iets extra's erin doen. Daarom. En natuurlijk een ding wat meteen opvalt is dat logootje bovenin, dat daar dus ook LED-verlichting klopt in zit. Ja, daar komen we zo nog even op terug, want dit is wel even benoemingswaardig. Maar inderdaad, voor nu, je ziet ook er zit daar geen LED-je in, maar omdat hij natuurlijk gewoon het licht doorlaat, komt eigenlijk de kleur die ongeveer in deze regio zeg maar eroverheen veet. Op het moment dat hier dat dit ongeveer paars is, wordt die ook paars, die groen is, wordt die ook groen. Dan kun je volgens mij eventueel ook wel los instellen dat je zegt van ik wil die uit of ik wil die altijd rood of whatever. Ja, klopt. Volgens mij is het dus ook allemaal individueel verlicht. Dus dat
weet je, aan de zijkant, het logootje hier, dat maakt het echt een gaming toetsenbord. Maar inderdaad, wat ik zeg, stel jij bent even niet aan het gamen, het is ook gewoon verlicht. Je kan hem ook gewoon op één kleur zetten, je kan hem ook gewoon op wit zetten, dan heb je gewoon een verlicht toetsenbord. Je kunt het ook uitzetten voor de mensen die RGB aan het haten zijn, want dat zeker, is tuurlijk kan het zijn uit. Twee kampen. Ja, ik kan me voorstellen dat je het misschien afleidend vindt tijdens het spelen, kan je het ook gewoon helemaal uitzetten. Ja. Dan even de dingetjes eromheen. Als je een toetsenbord koopt in deze prijsklasse, dan krijg je meer natuurlijk dan alleen een letterplankje. Je begint hierboven eigenlijk al. Je hebt gewoon je mediatoetsen, je pauzeplay, next track, previous track en je stopknop. Vind ik persoonlijk best wel relaxed op het moment dat je muziek aan het luisteren bent en je bent aan het gamen of je bent wat anders aan het doen. Ophouden nu, want ik moet luisteren naar PUBG. Exact. Ja. En dat vind ik persoonlijk ongelooflijk fijn. Omdat op het moment, ik luister best wel veel muziek als ik bezig ben met documenten verwerken of iets. Mm-hmm. En dan is het best wel relaxed dat je gewoon via je toetsenbord op pauze kan zetten. In plaats van bijvoorbeeld Functie F2. Ja. Of je moet even naar Spotify of een andere app die je gebruikt om het daar te zetten. Oh, dat werkt weer niet goed met deze game. Exact. Dat is gewoon een hoop gekloot en dat scheelt je gewoon een heleboel gezeur. Ook verlicht. Niet RGB, maar ik vind wel netjes dat die wel verlicht zijn. Zie je ook niet altijd. Dus dat is ook heel relaxed. Maar Peter en ik zijn heel erg groot fan van het analoge volumewiel. Dat vind ik toch een soort van, dat is de dedicated media knop die we eigenlijk allemaal altijd willen hebben. Ja, en dat is hier ook weer briljant. Ik heb deze in combinatie gebruikt met de headset, dat is de ROG Fusion 500. Die ook via Bottleneck te winnen valt. Dus de gelukkige winnaar die dit kijkt, heeft ze allebei al nu. Gefeliciteerd. Lekker. Dit is een feature. Salem gaat je nu vertellen hoe je je toetsenbord moet gebruiken. Nou, stel jij hebt dus die headset of natuurlijk enige andere headset. Eigenlijk verrijk je je headset al met dit dingetje hier. Omdat je gewoon tijdens het gamen, je bent al hier. Inderdaad, je gaat daar gewoon heel gemakkelijk heen. Met je ringvinger of weet ik veel. Je scrolt hem wat lager, je scrolt hem wat hoger. En omdat het een rolletje is, zit je zeg maar niet 30 keer op een knopje tikken voor je volume. Je kan of gewoon al tabben en dan slepen met je muis. Ja. Of gepriegeld. Het is gewoon gekloot. Ja. Je hebt gewoon, je media is helemaal done. Je muziek kan je eigenlijk als het ware met dit hele stukje al regelen. Ja. Dus dat vind ik super chill. Dedicated Windows toets uitschakelen vind ik altijd een goede feature. Ja, dat is een Asus dingetje als ik het goed zeg. Nee, dat hebben wel meer toetsenborden, maar je ziet er niet heel vaak een losse knop ervoor. Het is vaak een functie gaming mode. Ja, wat ik zeg, ik ben helemaal geen gaming toetsenborden gewend. Ik was heel erg benieuwd wat dit is. Ben je nou aan het gamen, maar ook, ik was op een gegeven moment ook video aan het bewerken. En dan gebruik je ook best wel veel de Alt en de Control knoppen in Premiere of een andere app die je ervoor gebruikt. Mega handig. Je drukt nooit meer gewoon per ongeluk je Windows knop in. Want als je Windows knop is natuurlijk zoiets van, als je hem niet nodig hebt. Nee, heel veel momenten heb je hem gewoon niet nodig. Ja, het is natuurlijk ook, ik vind het een beetje een relic from the past. Dat ding zie je vaak op gaming toetsenborden, omdat vroeger natuurlijk games heel slecht tegen alt-tabben konden. En heel slecht uit konden schakelen van, hier is Windows weer terug voor je bakken, zeg maar. Ja, en daarom ging die glitchen heel erg. Ja, precies. Dat heel veel games konden dat niet zo goed handelen. Ja. Inmiddels is dat beter, maar het is toch nog wel zo'n ding van gaming toetsenborden dat je vaak, wordt het dan de gaming mode genoemd. En heel veel mensen weten al niet wat de gaming mode is, maar dat is letterlijk alleen maar je Windows toets uitschakelen. En hier zie je het ook gewoon met een icoontje van, dat is gewoon Windows. Dat scheelt. En je merkt ook, Windows 10 heeft op dit moment ook een functionaliteit erin zitten. Dat je bijvoorbeeld automatisch kan instellen dat jouw meldingen uitgaan wanneer je in een potje Battlefield zit of zo. Concentratiehulp heet het geloof ik. Nou, als je dan in combinatie met deze nooit meer gestoord worden door Je komt de game niet meer uit. Nee, je vergeet dat je Windows draait. Maakt ook verder niet uit. Maar even qua afwerking. Want een heleboel features, dat is mooi. Mechanisch is natuurlijk logisch. RGB is inmiddels gewoon de vleesgeworden standaard natuurlijk. Er zitten een paar kleine extraatjes op die wel opvallen en die sowieso wel noemenswaardig zijn. Sowieso de USB pass-through. Dat zien we ook vaker. Erg fijn. Eigenlijk heel gemakkelijk. Hier op de achterkant zit een extra USB-poort. De kabel die hier loopt, die mondt zich uit in twee aparte USB-aansluitingen. Eentje voor je toetsenbord, eentje voor de pass-through. Exact. Wil jij die pass-through gebruiken, sluit je hem aan, heb je zoiets van nee, mijn USB-poorten zijn eigenlijk allemaal makkelijk toegankelijk. Laat je hem gewoon losbungelen, niks aan de hand. Werkt prima. Ik vind het persoonlijk heel handig. Bijvoorbeeld je hebt een muis met een kortere kabel, kan die daarin. Wat ik zeg, tegenwoordig heel veel headsets gaan ook over USB en niet alleen maar meer over jack. Is dat ook heel makkelijk, want dan sluit je hem gewoon achter in je toetsenbord aan. Opladen van je mobiel vind ik ook een goeie.
Opladen van je mobiel, want, zeker. Kijk, het is niet een ding waar je externe harde schijf op aansluit, want het is USB 2.0, dus dan heb je zoiets van, dat is dan weer jammer. Nee, dat gaat niet. Maar het opladen van je mobiel kan ermee. En je ziet ook heel veel mensen de receiver van hun draadloze muis of draadloze headset erin prikken. Vind ik ook wel gewoon Het is gewoon eigenlijk een... ik vind het altijd makkelijk. Je hebt altijd wel genoeg USB-poort aan de achterkant van je computer. Het is altijd een beetje gehannes om die dan naar voren te krijgen. Ik heb bij mijn eigen setup thuis gewoon een soort verlengkabel lopen waarmee ik dat doe. Maar dat heb je dan dus eigenlijk hier gewoon ingebouwd. Stuk cleaner en het werkt gewoon prima. Inderdaad, het is wel USB 2.0. Wat jammer is, omdat de aansluiting bij heel veel computers tegenwoordig is natuurlijk 3.0. Je zou het wel een beetje verwachten hierdoor, omdat je inderdaad een externe harde schijf of een synthesizer of capture cards, een nieuwe webcam is ook vaak USB 3.0. Dingen waar veel data doorheen moet, gaat niet werken, maar voornamelijk gewoon de stroomtoevoer voor je headset, voor je telefoon opladen. Ik heb een card reader op aangesloten met SD-kaartjes, dat werkt ook. Dat werkt dan weer wel. Het is natuurlijk wel iets trager dan dat 2.0 is, maar de data transfer, maar het werkt. Oké, maar daarnaast zit een beetje het ding wat de Flair zijn eigen flair geeft. Sorry. Ik heb hem niet voorbereid, maar hij kwam er ineens zo uit en ik dacht, ah, oh, kut, ja, nou is het weer ongemakkelijk. Welke pagina van het script zijn? Ja, inderdaad. Nee, nu ben jij weer. Let op, het is een plaatje. Dit kan er dus uit. Ja. Dat ga ik heel voorzichtig doen. Wauw, dit opent zo voorzichtig. Ja, dit kan eruit. Dat zou je misschien in de close-up ook zien. Op dit moment staat het ROG-logootje erin, maar wat is dit nou precies? Perspex. Ja, het is gewoon een soort van, dit is een soort van glas denk ik, of kunststof. Ja, ik denk Perspex. Ja, dat is wel. En er zit dus op de achterkant een soort, het logootje is een soort van ingeëtched, hoe zeg je dat? Gefreesd. En op het moment dat je die, dat benoemden we al eerder, hierin doet, hier binnen zitten nog twee ledjes die dus corresponderen met de numpad ongeveer, die regio. Als je die dus erin schuift, dan gaat dat lichter doorheen, waardoor dit plaatje meekleurt. Nou, waarom kan die eruit? In theorie is dat natuurlijk zo dat nu staat het ROG-logo erop. Maar je zou natuurlijk bijvoorbeeld, als je dan dit toetsenbord zo vriendelijk hebt gehad van je vrienden van Gamersnet, zou je het Gamersnet-logo bijvoorbeeld erin kunnen frezen. Of iets anders. Je kan ook, lijkt mij in theorie, een non-doorzichtig plaatje erin doen. In principe klikt dat er gewoon in. Nou, zo'n semi-transparante. Misschien als je hem wat donkerder hebt, dat het wat doet met de kleuren. Je kan er heel veel mee doen. Je moet er alleen wel de apparatuur voor hebben, heb ik het idee. Want dat is mijn probleem. Ik weet niet, je krijgt volgens mij ook meerdere van deze plaatjes meegeleverd. Maar bijvoorbeeld, ik neem aan dat Asus dan ook iets van een 3D-model of zo ergens heeft staan, zodat je hem zelf één kan Ja, volgens mij krijg je er ook eentje bij zonder logo en daar zou je dan zelf iets op kunnen doen. Ja, of maar gewoon met een mes gewoon erin kerven. Maar dan moet je dus wel... Ik vind het een leuke extra feature om het inderdaad zijn eigen flair te geven. Maar gaat het niet doen. Het is heel niche. Ja, het is in essentie, het is wel, vind ik... te niche in de zin van... Dat vraagt hem dus af. Ja, kijk... Toetsenbordfanaten gaan best wel hard in op toetsenborden customizen. Ja, eigen keycaps, weet je wel. Ga je andere keycaps erop zetten, dubbel shot. Je gaat een beetje kloten met de body en zo. Oké. Dus misschien is het voor hun dan. Maar dit lijkt me dan heel erg zo'n ding dat één iemand op een hele grote LAN-party heeft zo'n machine staan die dingen kan etsen. En dan moet iedereen bij hem, weet je wel, langs om... dit logootje doen? Stel je doet e-sport, is het misschien tof bedenken nu om het logo van jouw team of iets te hebben. Ja. Of gewoon een leuke foto van je moeder. Dat kan ook. Ja, dat je nog denkt en zo. Dat zou maar kunnen. Zeker nu ineens te bedenken. Ik denk ook wel dat je iets met kleur kan doen. Ik bedenk me ook wel, mensen die voor €150 een gaming toetsenbord kopen, die zitten misschien ook wel wat sneller bijvoorbeeld op de TU Delft. En waar zo'n machine staat. Weet ik niet. Is dat voordeel? Weet ik niet. Fuck it. Het zou klinken. Kijk in deze video, ben je geïnteresseerd in de toetsenbord en zit je op de TU Delft? Laat het ons even weten. En trouwens, kun je een aantal van die dingen voor ons maken? Want dan kunnen we ons eigen logo erop zetten. Echt heel vet zijn. Dan even, het laatste waar ik nog even over wil hebben, is natuurlijk RGB's altijd aangestuurd vanuit software. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen, tot dusver had ik bijna niks te klagen over het toetsenbord. Want ik vind het tikt lekker. Het plaatje, het is een beetje niche, maar goed, je hoeft er ook niks mee te doen. Ik vind dit ook vet. Met het ROG logo. De pass-through werkt goed. Dit is mega handig. Hier ben ik groot fan van. Media buttons. Ja, dat vind ik echt heerlijk. Alleen, dan komen we aan bij de software en dan denk ik, Asus, hoe dan? Er is me toch iets gebeurd? Ik snap er helemaal geen reet van. En dat dacht ik, dat ligt aan mij. Toen dacht ik, nee joh, dat ligt helemaal niet aan mij. Voor deze, let op, gebruik je de Asus
Armory. Dat is een briljant stukje software. Dat werkt perfect met het toetsenbordje. Je hebt je profieltjes, je kan het customizen. Het werkt ook met je case fans en met je muis. Het werkt met je case fans, je muis, maar dan weer niet met de headset. Voor de headset heb je dan Aura nodig. Ja, maar dat is natuurlijk... Nee, maar dat vind ik krom. Ik snap het niet. Waarom zijn er twee stukjes software? Omdat Asus een heleboel verschillende producten heeft. En die hebben dan inderdaad van... Oh, dit is een Aura Sync product. Dus dan werkt het met de Aura software. Maar de Armory is weer... Want kijk, dit uploaden we na de giveaway. Dus dan kan ik gewoon zeggen... Wij hebben een pakket weggegeven met een toetsenbord en een headset. Die dus gewoon niet... En dat is het kutste... Mag ik dat zeggen? Dat mag je zeggen. Dit toetsenbord wordt dan verlicht met de Armory. En wat ik zeg, daar echt topnotch. Ik vind Razer nog steeds iets makkelijker werken qua software. Maar de Armory werkt precies zoals ik het eigenlijk zou willen. Met de profieltjes, de kleurtjes. Je kan het instellen, je kan effectjes doen. En dat werkt met je case fans en met je andere dingen die Asus levert. Maar als je dan die headset aansluit, die werkt dus met Aura Sync. Dat allebei ROG is, dus dat begrijp ik niet helemaal. Ja, oké. En op het moment dat ik Aura Sync wil opstarten, want zo ben ik dan nog wel, hè? En zo vrijgevig. Dan denk ik, wat ik doe, ik start Armory en Aura Sync op. En de gemiddelde consument... Die gun ik je. Nou, de gemiddelde, dat was ook, het vinden van de software was ook al drama. Maar goed, toen ik het allemaal had, was het zo van, oké, dan ben ik nog wel zo lean, dat ik denk, oké, ik start twee software op. Ik vind het best, ik snap het niet, maar het zal wel. Dat kan dus niet. Oh, op het moment dat jij Aura Sync opstart, zegt hij, ja, maar je hebt Armory al aanstaan. Huh? En dan denk ik, ja, maar daar zit die headset niet in. En andersom ook, als jij Aura al aan had en je staat Armory op, zegt hij, ja, je hebt Aura Sync al aanstaan. Oké. Dus je kan letterlijk niet, het is of je toetsenbord in een vaste modi die hij gewoon uit zichzelf aanzet. En dat je je headset kan customizen, of andersom. Dus je headset is dan, ja, in mijn geval werd hij op een gegeven moment paars en hij bleef paars. Oké, ja, dat is wel een klein beetje... Dan heb je toch het idee dat het ecosysteem nog niet helemaal 100% daar is. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben blij dat dat het grootste nadeel is van dit. Want dat is natuurlijk software, dat kan echt gewoon gefixt worden. Oh ja, zeker. Ja, ze kunnen nog altijd iets patchen of zo uitrollen. Moet je die patch wel kunnen vinden op de website. Dat is wel een dingetje. Dat was het probleem. Ja. Moet ik eerlijk toegeven, misschien toen ik dit probeerde was het een beetje geglitcht. Want ik kreeg op de supportpagina van het toetsenbord op een of andere manier niet de software aangeboden. Maar dat was volgens mij gewoon een bug. Dus dat zal nu ook wel verholpen zijn. En niet om Asus nou helemaal de grond in te branden. Maar ik bedoel meer te zeggen, jongens, kom op. Maak daarna. Het is echt niet zo heel moeilijk. Er zijn concurrenten die op het moment dat jij een toetsenbord aansluit... Ik wou net zeggen, het is wel heel naar dat we dan altijd de Razer erbij halen, maar Razer doet het heel netjes. Ja. Zodra je iets inprikt, zegt hij, oh hey, ik zie dat je die en die muismat hebt en we hebben daar software voor, wil je die alvast downloaden? Altijd Synapse en dat werkt gewoon prima met al hun muizen en toetsenborden. Maar ik heb suggesties van Asus, doe daar wat mee. Waarom? Jullie assortiment is breder dan dat van Razer. Ja. Jullie doen niet alleen maar toetsenborden, muizen en wat heeft Razer? Headsets ook? Ja, en andere dingetjes. Maar jullie hebben ook natuurlijk de case fans. En in principe Asus is videokaarten, sowieso heel breed. Jullie hebben zelfs fucking smartphones. Ja, Razer doet dat ook. Maar jullie hebben al heel lang smartphones en Zenbooks. Die ook op Aura Sync gaan werken. Dus ik ben heel benieuwd waar daar dan de kick in zit. Ik wist iets van, kijk, ik begrijp dat ROG echt specifiek voor gamers is. Maar besef ook even dat er niet alleen gegamed wordt op deze toetsenborden. Dus Aura Sync en Armory scheiden is naar mijn mening gewoon doelloos. En het zorgt alleen maar voor dat mensen meer software op hun computer moeten zetten. En het is al helemaal eigenlijk schandalig dan dat je een headset en een toetsenbord allebei in de ROG Strix, want het is allebei ROG Strix, ja, ook nog eens. Dus het is soort van het is letterlijk de headset in dezelfde serie die er echt bij hoort. Die dan niet op dezelfde software werkt en niet tegelijk maar kan het is, runnen. Het is wel wat je zegt, dat is iets wat zij eigenlijk... Daar zetten ze een paar stagiaires op en dat kunnen ze al verbeteren eigenlijk. Maar dat is daarom extra zuur. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen deze video kijken en dat wij struikelen over die software, maar dat Asus dat inmiddels al gebundeld heeft. En Armory heeft afgestoten of Aura Sync verwerkt heeft in de Armory. Sowieso, ik zeg ook helemaal niet dat je het niet moet gaan uitzoeken of zo, maar ik bedoel meer te zeggen, op het moment van deze review vind ik het wel benoemingswaardig kaal, zeg maar, of opvallend dat ik denk... Hey. Het is niet
ultiem consumentvriendelijk hoe ze werken met de software op het moment. Nee, want of de drivers, de of muis die we behandeld hebben, die is wel op Armory, als het goed zegt. Ja, ja, die draait op de Gladius draait inderdaad wel op de Armory. Dat werkt als een tier. Maar dat heeft ook Aura Sync. Ja, oké. Asus moet daar gewoon even, moet die twee even in één gooien en zorg een keer dat die supportpagina een keer wat netter werkt. Ik zou het heel goed begrijpen als Aura Sync bijvoorbeeld wat consumentvriendelijker is voor non-gamers en dat Armory wat dieper ingaat op echt die RGB-configuratie als een gamer dat wil, maar zorg dan even dat je headset allebei ondersteunt. Ja, nee, dat is... En geef even duidelijk aan van, joh, hey, jij ben je gamer of niet? Ben je gamer dat je dat aanklikt, dat hij gewoon Armory geeft? Wil je volledige controle en dat je iets meer moeite moet doen? Alsjeblieft. Ik ben Apple-gebruiker. Ik ben geen aansluiter. Je moet gewoon a-technisch kunnen zijn. Ja, maar dan kom je ook wel ergens vandaan natuurlijk. Maar ja, okay, nee, maar je snapt wat ik bedoel. Ik vind ik ben daar al veel minder vatbaar voor. Ik heb al zoiets van, oké, ik doe wel mee met je spelletje van welke software waar moet en zo. Dus dat ik denk dat dat ook heel erg iets is wat je, als je hiernaar kijkt van, wil ik dit gaan kopen, dan moet je voor jezelf ook even gewoon nagaan. Tuurlijk. Ga jij de tijd spenderen? Ga je een half uurtje of een uurtje ga je dan zitten om lekker wat profielen te maken en te kijken welke software waar moet en wat je wel in je boot sequence wil, wat je niet in je boot sequence wil. Hey, in de hel, als je helemaal niks met software hebt, kun je zelfs nog wat dingen gewoon aanpassen met gewoon de knoppen op het toetsenbord, wat ik ook netjes vind. Ja. Maar goed, dat is ook weer echt zo'n ding wat waarschijnlijk maar een niche van de consumenten zal gebruiken. Er zitten heel veel dingen op die super vet zijn. Er zitten heel veel dingen op die super vet zijn en een beetje niche zijn. Maar over het algemeen, hij is wat aan de dure kant. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik denk wel dat hij het echt waard is. Je hebt in principe, je hebt een pass-through, je hebt je plaatje als je dat vindt. Je hebt je mediatoetsen, hij tikt ongelooflijk lekker. Ik heb er ook een... flink ook op zitten gamen. Hij is ook in verschillende cherries beschikbaar natuurlijk. Dat is ook wel weer zo fijn. Dat is ook heel relaxed. Ik wil wel een klik of ik wil juist helemaal geen gevoel hebben in die mechanische switch. Kan ook. Dus wat dat betreft hebben ze hem wel netjes een uitgebreid toetsenbord. En ik denk dat je het gewoon dat het een positief teken is dat je kan zeggen dat op dat moment alleen nog je software wat bijschaving nodig heeft. En ik kraak nu heel erg af, maar het is meer omdat ik zoiets heb van, dat is zo zonde, omdat het juist extra zuur is, omdat het gewoon in principe bewijzen van net niet een switchje omzetten is van, joh, gooi alles naar Armory of alles naar AuraSync. Fysiek helemaal in orde, softwarematig valt er nog wat, er zijn nog wat meters te maken. Juist. Maar goed, ik denk dat het over het algemeen, zoals je zegt, 150 of 185 euro is het zeker wel waard. Nou ja, goed, iemand heeft hem gewonnen. Gefeliciteerd. En als je nou niet hebt gewonnen... En nog niet, want nu we dit maken, het is dinsdag. En dan zaterdag wint iemand hem. Dus veel plezier ermee. Dus... Nou, als je gewonnen hebt, heel veel plezier ermee. Heb je nou niet gewonnen, dan hoop ik dat dit een beetje meer insight heeft gegeven achter dit apparaat. En heb je toevallig 185 in je kontzak zitten en je denkt, ja, moet er tof vanaf. Denk ik dat dit oprecht een goede investering is voor een hardcore toetsenbordgebruiker. Oh, niet alleen gamer, maar ook als jij gewoon veel een type bent, veel noem men, is dit toetsenbord aficionado. Toetsenbord. Tot volgende week. Dat was het van Games This Gear. Laat weten wat je ervan vond. Heb je nog vragen? Geef het ons door. We lezen alle comments. We reageren er ook vaak op. Daar zijn we immers voor. Ja. Tot snel. Elke dinsdag de laatste Tech Gear Gadgets op gamersnet.nl. Dat was Salem, ik ben Tom. Tot ziens. Pew pew.